Goedenavond, dames. Ja, Bernadette heeft mij gevraagd of ik even uit wil leggen het skiën van vroeger en het skiën van nu. Nou, het was misschien niet helemaal duidelijk, maar ik ga nu eerst iets vertellen over het skiën van vroeger natuurlijk. Nou, dat deden we op langere skis dan nu. Tenue was ietsje anders, maar vooral techniek was anders. En het ging, je kan het je niet voorstellen, maar vroeger ging het om, ja, we gingen het om, het ging om de looks. Dus ik zou zeggen, kijk maar en het wordt vanzelf duidelijk. Ik hoop dat dat in ieder geval duidelijk was. Nou, we zijn in de tijd nu 30 jaar verder. Wat je meteen opvalt is de skis. Het zijn natuurlijk andere skis. De lengte is teruggegaan. We hebben een andere vorm gekregen in de skis. Je ziet het tenue is anders. Nou, heeft natuurlijk niet alles met mode te maken, maar heeft vooral heel erg met functie te maken. Daar is de ski ook op aangepast. Door het veranderende materiaal kunnen we ook op een hele andere manier skiën. Ik ga het je gewoon even laten zien. Tenue is niet het allerbelangrijkste, maar het is wel het tenue van. Het is het tenue van nu. Nou, een totaal andere manier van bewegen. Je ziet, het is functioneel geworden. Ik sta met mijn benen wijd. Ik ben in staat om misschien te kunnen kantelen. De dalski die ik vroeger had, die heet nu in één keer anders. Dat is een buitenski geworden. Nou, die buitenski zit vrij ver naast mijn lijf, zodat ik eigenlijk door de afstand van die buitenski ten opzichte van mijn lijf. Skis al kan kanten. Nou, dus veel meer over de kant een bocht sturen in plaats van dat ik, wat ik net liet zien, eigenlijk misschien aan het remmen ben, gedoseerd remmen. Dit kost meer kracht, je hoort het ook een beetje aan mijn stem. Ik krijg ook veel meer energie terug. Ik heb zo'n waanzinnig lekker gevoel in je buik. En ja, dat skiën van nu is toch echt veel leuker dan het skiën.